Vorige keer in Skyblock zijn we aangevallen door de bijen. Ah, nee. Nee. Help, 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 help. Help. Je hebt de bijen boos gemaakt. Ze komen nu allemaal hierheen. Dus vandaag ga ik met Alex proberen om alle eilanden te bereiken. Ik hoop dat het wel goed gaat. Je ziet het vandaag in de Skyblock met Alex. Oké, Alex. Vorige keer waren we daar de bijen. Dus, Noob, ik ben een beetje allergisch voor bijen. Kunnen we niet iets van een huis bouwen vandaag waar we in kunnen wonen, zodat die bijen niet meer zijn? Ah! Noob, kijk uit! Ga het water in de water. Oh, nee. Ik wou in het water vallen. Oké. Dat was niet zo handig. Je moet niet in de lava gaan staan, Alex. Dat is een tip van de dag vandaag. Niet in de lava staan. En als je in de lava staat, kijk, dan kan je dit doen. Dan kan je zo en dan kan je uit de lava het water in. Oh, dat is eigenlijk wel handig. Noep, we hebben echt een huis nodig. We kunnen zo niet langer leven. Heb jij nog een pickaxe? Nee, ik heb helemaal niks meer, want ik ben naar beneden gevallen. Maar ik heb wel hier alle bomen in het kistje gedaan, gelukkig, voordat ik gevallen was. Wow, we hebben superveel bomen. Hier kunnen we zoveel coole dingen mee doen. We kunnen een kleurhuis maken, zoals een roze huis. Ja, hoe gaan we dit, hoe kunnen we de bomen planten zonder dat we te veel dirt hebben? Nou ja, we kunnen hier een stukje dirt pakken en deze ergens verder opzetten, bijvoorbeeld hier misschien? Ja, dat is wel handig. Ja. Wat voor boom zou ik planten? Nee, zal ik een roze boom planten? Ik heb de lava bijna. De lava die had ik de dicht weggehaald en toen viel de lava hier. Daar moet je voor uitkijken. Kijk, ja. Ik heb een roze boom geplant. Oh, dat is wel een mooie roze boom. Oké, dat dus, toch? Dus daar als kunnen die... we dan mooie roze dingetjes van maken. Mooie... Nou ja, ik hoop het wel, maar eerst heb ik... Au, vuur! Vuur! Kijk uit voor de vuur! Ja, ineens kwam dat daar waar ik stond. Wow, ja. Dit is gevaarlijke lava, hoor. Het is gewoon zo warm hierboven, omdat we zo hoog zitten in de lucht. Ja, dat is het misschien. Ik ben tenminste nog superveel hout aan het hakken. Ja, ik ga hier dan even wat dicht wegnemen. En dan kunnen we dat op de dingen zetten. Oké, ik heb wat planken. Ik zit zo te denken, want dan maken we wat slabs. En dan kunnen we daarmee misschien een vloer van het huis maken hier in de hoek. Ja, dat is een goed idee. Zullen we hem dan hier maken, het huis? Ja, dat is slim. Oh, je bent zo slim. Dan ga ik hier even die boompjes planten, net als die van jou, want dat vind ik wel mooi. Ja, dat is goed, dat is super handig. Dan maak ik nog even de nieuwe pickaxe erbij, want die hebben we echt nodig. En dan moeten we weer een oude pickaxe maken. Oh. Dat is niet zo handig. Nee, maar gelukkig hebben we een cobblestone generator waardoor we oneindig veel steen kunnen krijgen. Ja, dat klopt. Maar ik vind het wel moeilijk hoor, zo in de lucht. Ik val de hele tijd naar beneden gevallen. Ja, ik val de hele tijd naar beneden. Noob, dat moet je niet doen. Nee, oké, dat ga ik niet doen. Ik ga ook niet alle bomen meenemen, want als ik dan val, dan zijn ze dadelijk ook weg. En dat moeten we niet doen. Oké. Nee, dat moet je echt niet hebben, nee. Hier zet ik nog een boom neer. En hier zet ik een boom neer. Dit wordt ons een bomenpad, ja? Oké, dat... Wow, oké, dit zijn wel heel veel bomen, inderdaad. Maar allemaal verschillende kleuren bomen. Dus dan kunnen we een regenbooghuis maken. Wat? Dat is echt een goed idee. Ja, dat is een goed idee, maar het moet wel groeien. Hebben die water nodig of niet? Wat wil je? Hebben die water nodig, de bomen? Bomen? Ja, nee, niet echt. Ze zouden gewoon zo moeten groeien, denk ik. Oké. Nou, dan wachten we even. Maar daar had ik ook al alle hout weggehakt, maar die gaan niet weg, deze planten. Oh, nee. Wat is er? Maar zit er nog ergens een boompje of zo? Oh ja, er zit hier nog ergens een houtje. Oh, er zat nog een houtje. Ja, daarom ging hij niet weg. Oké, nu is... Wat is die maf? Oh nee, de hout is naar beneden gevallen. Dan moeten we hier even... Oké, dit zijn allemaal stomme bomen. Een dode boom hebben we niet nodig, hè? Nee. Die kunnen gewoon weg. Die kunnen op. Weg. Oké. Oh, ik vind die bomen vanaf hier wel echt mooi zo. Dan kregen we eigenlijk een heel mooie kleurenbomenpad. Dat wordt zo cool als mensen hier dan op ons eiland komen. Dan denken ze echt van, wow, wat hebben zij gebouwd? Ja, dat denk ik wel dat ze dat denken. Want ze zullen wel denken, hoe hebben ze daar naar die kant gekeken en gekomen? En die kant gekomen. Nou, dat kan je zien in de video. Noob, heb jij nog wat hout? Ik heb helemaal niks meer. Oh nee, dan moeten we die boom daar hakken. Maar er zitten allemaal bijen. Kan jij niet doen. Ik ben een beetje allergisch voor bijen. Ik ga erheen. Wees maar niet bang, hoor. Het gaat me lukken. Ja, ik ga deze boom weghakken. En hier zit ook al een fakkel op. Dus die hebben we eigenlijk ook nodig. Want we hebben eigenlijk helemaal nog geen kool. En als het dadelijk donker wordt, dan...
Komen hier dadelijk ook monsters, denk ik. Ik weet het niet. Zouden hier ook monsters komen? Oh, dat zou ik wel echt heel eng vinden. Maar ja, dat zien we wel als de nacht komt. Oké, deze boom is ook helemaal gekapt. Ik heb 6 boompjes. Zou dat genoeg zijn voor nu? Denk het wel. Denk het wel. Let's go. Ik heb bomen gehakt, Alex. Oh, echt? Dat is super handig. Ja. Mag ik wat hout van je, alsjeblieft? Noem, kijk uit voor die lava. Ja, daar moet ik echt mee oppassen hier. Ik zal het in het huis gooien. Je moet er echt mee oppassen. Ja, want die lava is... Maar het is ook wel heel gevaarlijk op dit kleine stukje turf voor ons. Ja, dat is heel gevaarlijk. Maar wat vind je van het huis tot nu toe worden? Wow. Ja, dit is wel heel mooi. Dit wordt toch een gezellig huisje zo, waar we lekker kunnen kaarten en lekker kunnen slapen. Oh, maar ja, hoe kunnen we dan slapen als we geen... Ah, kijk uit! Het huis gaat in de brand! Het huis gaat... Oh, wat? Maar er zijn geen schapen. Hoe kunnen we dan slapen? Daar zeg je me inderdaad wat, maar laten we eerst wat... Wow, kijk eens wat er voor bomen gegroeid is. Wow, ja, dit is een mooie roze boom. En heel veel hout ook. Deze boom heeft echt veel hout, hé. Ja, maar het is wel roze hout. Roze is wel echt een meisjeskleur. Ja, dat is wel waar, maar we hebben nou hout nodig, toch? Ja, dat is waar, maar willen we dan echt een meisjeskleur hout? Maar als we een regenbooghuis gaan maken, dan hebben we toch alle kleuren ook nodig? Ja, oké, dat is waar. En mocht er hier ooit nog een meisje uit de lucht vallen op ons eiland, dan hebben we in ieder geval hout voor haar. Hey, er is nog een boom gegroeid. Wow, en nog een boom. Oké, de bomen zijn gegroeid. Maar dit is wel ook een hele hoge boom. Wat voor gekke boom is dit dan? Oké, dit is geen roze boom. Die kan ik wel mooi hakken, denk ik. Dit is... Wat is dit? Axiakia. Oh, Axiakia boom. Wow. Acacia. Het is een acacia boom. Oh, acacia. Ik dacht dat ik acacia. Maar die is niet roze. Die kunnen we wel gebruiken dan voor ons huis. Oké, dat is het goed. Is dat oranje een beetje? Oké, deze boom ga ik helemaal weghakken. En dan hebben we super veel hout voor onze huisje. Onze boom staat in de fik! Boom staat hier echt heel ongelukkig. De boom staat in de brand! Wat? De boom stond in de brand! Oh nee! Ik heb hem al geblust! Oké, gelukkig maar. Die boom staat inderdaad wel ongelukkig. Ja, deze boom staat heel erg in de weg. Hij moet weg! Oké, ik ga hier het hout weghalen en dan valt hij dadelijk wel weg, denk ik. Oké, ik doe het hout aan de onderkant weghalen. Wow! Hey. Oh, ik viel bijna naar beneden! Oké, misschien moet je... Hey, maar Noob, nu hebben we roze hout en oranje hout, toch? Misschien dat jij daar wel wat mee wil maken aan de bovenkant. Zoals een mooi dak met verschillende kleurtjes. Oh ja, dat kan ik wel doen. Hoe kan ik dat maken? Moet ik dan... Ik weet niet, misschien als jij hier gewoon op gaat staan en dan helemaal een rondje van hout eromheen maakt. Gewoon dat als het gaat regenen, dat het niet naar binnen valt, weet je wel. Dat is wel handig. We moeten niet nat worden van de regen. Oké. Nee, daarom. Oké, ik heb houtplanken gemaakt. En dan... Oh, dit is geen crafting table. Oh, hier is die. Moet ik dan, wat moet ik... Oh ja, hier, deze kan ik maken. Stairs. Zullen we dat als dak gebruiken of niet? Ja, dat is goed. Het kan er denk ik wel mooi uitzien. Nee, ik wil geen roze hout gebruiken. Ja, deze wil ik gebruiken. Ha, kijk, ik heb dit gemaakt. Wow. Kijk, ik heb ook een soort raampjes hier zo. Wow. Oh ja, dat is wel mooi. Kan dat toch? Zal ik het dak hier zo bovenop zetten zo? Ja, dat is goed. Oké. Zo. Dit wordt zo cool. Ja. Wow, ik heb hem ondersteboven gezet. Oh, dat moet je niet doen, Noob. Nee, want dan gaat het water niet van het dak af. Zo. Ja. Dat is niet slim. Oké. Oh, nee. Oh, jawel, zo is je wel goed. Maar we moeten wel oppassen dat hier het huis niet in de brand gaat. Want nou is hij helemaal van hout, hè? Oh ja, maar dat lava zit er ook nog onder. Oké. Oh, ik moet hier niet naar beneden vallen, want dan ben ik dadelijk alles weer kwijt. En dan is al onze hout weg. Oh nee, dat mag echt niet gebeuren. Kan je niet beter in een kist doen of iets? Ja, dat is wel handig om een beetje... Ah, nee, ik zei nog dat ik niet naar beneden moest vallen. Ik zei het nog. Ben je nou naar beneden gevallen? Nee. Noob. Niet liegen. Ik ben wel naar beneden gevallen. Noob, je hoeft niet te huilen. Het is al goed. Het is, mijn hout ging allemaal weg. Waar gaat het hout eigenlijk heen? Dat is misschien wel wat minder. Ja, ik had allemaal trappen gemaakt. En nu, maar gelukkig hebben we wel bomen. Misschien moeten we nog meer bomen neerzetten. Ik denk het wel. Heb jij nog van die oranje saplings? Nee. Ja, misschien in de kist. De kist had ik had nog eentje overgelaten, ja. Kijk, dan is het goed. Oh, maar de lava is wel... Hier, oranje... Ja, Akiyakisha.
Oké. Okay. Ja. Dit is de laatste, dus ik moet nou echt niet vallen. Ik heb me neergezet zonder te vallen. Oké, dat is goed. Dan kunnen we dit gebruiken voor ons regenboogdak. Yes. Oké, maar hier, als ik nou deze hak houd, dan valt hij hier naar beneden. Oh. Oh nee, kijk nou uit. Dit is toch niet handig? Zo, misschien moeten we een grote platform maken. Misschien niet. Kijk, want hij gaat misschien hebben we ook gewoon beter de rest van de dak los kunnen maken. Ik zei toch, je moet oppassen naar beneden. Oh nee. Oké. Weet je wat we gaan doen? We gaan het hier groter maken. Zodat we niet zo snel naar beneden vallen. Nee, het water. Noob. Oh nee. Het water is weg. Het water is weg. Oh nee, Noob. Heb je er nou boven gebouwd? Oh nee, ja. Ik heb hem bovenop gebouwd. Noob, dit gaat helemaal fout. Hoe komen we zonder lava kunnen we nooit meer steen krijgen. Oh nee, hoe komen we nou? Hoe komen we nou aan water? Ik weet het niet. Oh nee. Ah, we zitten zonder water. En waarom zit hier een gat in de grond? Ja, ik heb de deur weggehaakt. Oh noob, je bent ook zo noob, hè.